En dat was Bibi Rexha met Les Hurrah in de David Guetta remix. Ja, zeker wel. We gaan weer even de emmertjes erbij pakken, de kotsemmertjes. Want we hebben daar een aantal, Rick heeft daar een aantal mooie filosofische vragen in gedaan. Moet ik hier al bang voor worden? Nou, dat valt best mee. Ja, is te doen. Wel een soort van lijn getrokken dat we niet meer de vragen doen die we al hebben gehad. Oké. Ja. Heb je die er dan ook uitgehaald? Of ja, ben je dan weer niet zo gestructureerd? Ik heb er eentje teruggestopt, ongeluk. Ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Wie begint? Jij begint. Gast. Ik begin. Ja. Oké. Moet ik hem aan jou stellen of moet ik hem zelf beantwoorden? Moet ik hem zelf beantwoorden? Ja. Moet ik hem zelf beantwoorden? Oh, het is een hele lange vraag ook. Nu eenmalig 10.000 euro krijgen of liever de rest van je leven 50 euro per maand krijgen? Ik ben heel slecht met geld, dus ik zou gewoon die 50 euro per maand doen. Want anders is die 10.000 er zo doorheen. Rick, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Wat zou jij doen? Ja, ik ga toch voor die 10.000. Ja? Ja, dat snap ik ook wel. En dan kun je, weet je, die 50 euro per maand is leuk en dat is een fijne basis om te hebben. Stel dat het ooit zo slecht met je gaat dat je, weet ik veel, dakloos raakt. Dan is het fijn om 50 euro per maand te hebben, maar... Weet je, de kans dat gebeurt is vrij klein. En het is best wel lekker om even eenmalig 10.000 euro te krijgen. Ja, dat is wel waar. Maar ik ben dan zo'n persoon die dat er in een week doorheen gerost heeft. Ja, ik ook. Ik koop dan een dure gitaar en wat spul. En dan, ik denk dat mijn rechterbeen helemaal ondergetatoeëerd wordt of zo. Oh, en dan, dat is wel echt een sick idee. Flamingo tattoo hebben dan. Ja. Gezet door Rick. Ja. Flamingo tattoo met onze gezichten ernaast of zo. En zanger Kafke. En ook nog erbij, ja, alles op en aan. Leuk. Ik heb dat emmertje even nodig. Rick, wil jij nu? Ja, wil niet. Alsjeblieft. Ik moet eerlijk zeggen, ik had ergens een vraag verwacht, jongens. Ja, valt mee. Als iemand jou echt wilt begrijpen, wat moeten ze dan lezen, kijken of naar luisteren? Ja, heb je die niet ooit al wel een keer gehad? Nee, dat was iets anders. Oh. Als iemand, ja, maar ik val sowieso niet echt zo begrijpen, denk ik. Maar... Ja, Jezus, wat moet je lezen, kijken of naar luisteren? Ja, dan ga ik toch heel cliché zeggen van dan moet je luisteren naar Nightwish. Ja, en dat zijn de teksten die jouw leven omschrijven, die jouw persoonlijkheid omschrijven. Dat niet zozeer, maar het is wel echt. Het is wel muziek en teksten waarvan ik denk van dat vind ik echt oprecht heel mooi. Dat gaat gewoon verder dan alleen maar muziek. Dus ik denk van als je dat ook begrijpt, dan begrijp je mij misschien een klein beetje. Oké. Oké. Nou, vind ik het mooi, Rick. En jij? Ja, dankjewel. Ik ga wat bij mij. Ja. Dat weet ik echt niet. Want jij begrijpt jezelf niet eens. Nee, ik begrijp mezelf niet. Ik ben ooit op aarde gezet. For no reason, weet je wel. Ik doe maar dingen gewoon in mijn leven. Zo zit het een beetje. Ik heb er eentje gepakt. Vakantie, dubbele punt. 1 week naar een land naar keuze. Of 4 weken in eigen land. Gewoon 1 week naar een land naar keuze. Ja? Ja, wel. Ja, ja, same. Anders zit je in je eigen land weer opgeschreven. Dat is met corona ook het geval geweest. Dat is een beetje de coronavraag eigenlijk. Ja, ja, dat weet je wel, ja. Ah, ik moet wel zeggen, ik snap je punt. Maar aan de andere kant, 4 weken vakantie is ook wel lekker, hoor. Ja, dat klopt. Dat klopt. En als je op vakantie naar een ander land gaat, dan ben je toch ook veel actiever over het algemeen dan dat je in eigen land blijft. Ja. Ja, ja, daar heb je wel een punt natuurlijk. Dus als je echt tot rust wil komen, zou ik die 4 weken pakken. Maar... Ja, ik zou sowieso die week doen. Dat, ja. Nou ja, ik vind het misschien best wel lekker om eventjes, als iemand zegt van nou, zoek het maar even lekker uit. En dan ga ik gewoon even ergens naar Hawaii. Of ja, ik wou net zeggen, waar zou je heen gaan dan? Waar zou ik heen gaan? Ja. Ik zou sowieso naar een heel arm land of zo gaan. Echt het armste land dat er is. Ik heb er wel eens video's over gezien. Dat is best wel is heel apart om daar te zijn. Daar kun je uit eten voor 50 cent en dat soort zaken. Ja, en dan neem je die 10.000 van de vorige vraag mee. Nou, maar dan gewoon heel veel geld spenden. Dan heb je daar ook een beetje wat... Maar weet je wat ik me nou net ineens bedenk? Nou. Stel nou dat corona niet echt een ding was geweest. Dat het een beetje om de vleermuizen was gebleven in Wuhan. Ja. Dan hadden wij nu niet hier gestaan. Maar dan waren we nou in Griekenland geweest. Oh, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Vandaag. Ja. Oh, wat kut, sneu. Ja, dat is sneu. Nou ja, goed, we hebben vorige week nog met haar gebeld, dus we weten hoe het daar is. Ja, maar dat is toch anders. Ik voelde toch een beetje die gyros wel, hoor. Met deze kennis ook toch die ene week inderdaad. De gyrosbanden naar huis. Ja, nou leuk om dat even van jullie te horen allemaal. Gaan we even de zaterdagavond ook inluiden nu officieel? Doe maar. Yes. Maar wel ongeschreven. Ongeschreven, heel mooi. In de 3G-versie. Oeh.